Na 5 minuten in de tweede helft demonstreert Boekenhoven nog eens zijn veerkracht. Maar in de handen van Godard gaat zijn kopbal. Brusselare houdt de match wel in handen, maar vindt zelden de opening. De schrik op een counter te lopen zit er duidelijk in. Het schot hier is van De Broglie. We zijn al dicht bij het laatste kwartier als Godard zich misrekent op een schot van Barbet. Maar ook nu geen goal. De zoveelste verre inworp van Eekman levert een schietkans op voor diezelfde Barbet. Evenmin binnen het doelkader. De wedstrijd dooft nu uit. Tot Tubeke plots 2 keer serieus gaat dreigen. Eerst een goede combinatie, maar niemand om af te ronden. Enkele minuten voor afluiten is het nog warmer. Als Buurlings voorzet en Samuel Remy, ik Charleroi, in 1 tijd net naast besluit. Zo blijft Roeselare Tubeke steken op 0-0.